je het meest voelt dat je leeft. Dat je even helemaal vervuld bent van levensvruchten en totale vrede voelt met jezelf en wat er om je heen gebeurt. En dat iedereen je dan mag zien. Iedereen mag naar jou kijken. Want jij bent even, heel even, op je allermooist en allerpuurst. En het maakt niet uit wat mensen van je vinden. Dat kan niet anders dan dat ze bewondering voor je hebben. Je bent onaantastbaar. Je bent in een vacuüm van zijn. Je bent gewoon. Niet iedereen kan zich zo voelen. Iedereen zou zich zo moeten kunnen voelen. Niet iedereen kan zich zo voelen. Dat niet iedereen overal waar hij komt zijn schoenen uittrekt om op blote voeten te kunnen dansen. Dat niet iedereen overal waar hij gaat de gasprieten onder zich voelt. Ik voel irritatie. Oh ja? Ja, ik voel irritatie bij jou. Wil je het erover hebben? Nee. Oké. Dat respecteer ik. Fijn. Ja. Weet je wat ik gewoon niet begrijp? Jij zegt dingen als: het was alsof ik in de buik van de aarde lag. En iedereen neemt je nog serieus ook. Dit is persoonlijk! Weet je, prima dat jij je dagen vult met het overpijn van ons bestaan en dat van het universum. Maar je moet je realiseren dat het door de mand gaat vallen. Iemand gaat zien dat onder al die opsmuk en mooie woorden over de leegte van onze tijd of het ondraaglijke geluk, iemand schuilt met een heel klein hart, een heel klein brein. En als het nodig is, nog een veel grotere angst voor de wereld en de hele mensheid bij elkaar. Opeens helemaal jezelf zijn. Voel je dat niet? Nee. Ja. Godverdomme.